tenniskaars gewoon in de basis bij de dijk. Afgelopen week verscheen een filmpje op internet waarin Kaars aangaf naar Qatar te verhuizen. Dat bleek echter om een geslaagde 1 april grap te gaan. Zelfs Jack van Gelder trapte erin. Kaars ook volgend seizoen in de spits bij de dijk. Bij Edo in de spits deze Dijkstra. Dit is toch best wel een kansje als hij die bal iets beter aanneemt, iets beter dan verlegt. Dan komt er een echte grote schietkans. Nu blijft er slechts een corner over. Dat legt de scheidsrechter hier nogmaals uit waarom hij niet ingaat op het vlagsignaal van zijn assistent. Corner kort genomen bij Kemper en Lomies. En dan is het alsnog een doelpunt voor Edo. 7 minuten gespeeld. Lomies springt het hoogst. De keeper Michel van Kamp is kansloos. En zo de verrassende openingstreffer voor Edo. De Haarlemmers die een wisselvallig seizoen hebben. En nog moeten vechten tegen rechtstreekse degradatie. Hier is Kaars. Goed schot. En ook een eenvoudige prooi uiteindelijk voor keeper Kenny Heemskerk. Uiteraard wel het overwicht bij de dijk. De ploeg die dus tweede staat. Met El Amrani. Goed balletje richting Zwarthoed. Geen buitenspel doet. Zwarthoed het heel mooi. Ja, het is ook wel heel mooi. Het heeft alleen geen rendement. Nieuw El Amrani. Die dolt Florian toen vrij makkelijk. Kappen, draaien, dan volgt meestal ook nog schieten in dat rijtje worden. Dat weet El Amrani ook. Maar Heemskerk ook. En dus keert hij die inzet van El Amrani. De grootste kansen dus duidelijk voor de bezoekers. En Edo dat er af en toe uitkomt met Dijkstra. Dit is niet echt zijn favoriete positie. Hij moet natuurlijk de bal voor het doel hebben, zoals nu. Knappe actie en een schitterende goal, zeg. Nummer 14 van dit seizoen van Arno Dijkstra. En wat een prachtige actie. Hij dolt Frank Schilder aan de linkerkant. En uit een zeer moeilijke hoek werkt hij de 2-0 tegen de touwen. Wat een weelde voor Edo. Ja, dat is lekker rusten in het zonnetje. Goed weer. En een onverwachte tussenstand. Damian Menso komt er dan in bij de dijk om wat meer aanvallende stootkracht te krijgen. Maar de dijk moet vooralsnog in de achteruit. Dit is een inzet van Giovanni Dors. Maar Edo komt goed uit de startblokken. Hier opnieuw in de aanval met Dijkstra. Gaat naar dat linkerbeen natuurlijk van hem. Dijkstra! Ja, die had er ook wel in gemogen. We hadden nog altijd 2-0. Zwarthoed mooi vrijgespeeld, zegt Zwarthoed met de grote kans. Hij gaat dan zelf, moet hem uiteraard afgeven op Kaars. Want nu kan Kenny Heemskerk redding brengen. Komt er dan een einde aan die zegenreeks van de dijk in 2016. 7 competitiewedstrijden gespeeld en alle 7 gewonnen. En allemaal minimaal met 2 goals verschil. Nu 2-0 achter, maar na een klein uur spelen wordt het dan 2-1. Tayeb maakt hem. Als alle verdedigers van Edo niet ingrijpen, ze moeten in de weg lopen, niet weglopen. Dan kan Tayeb de aansluitingstreffer maken en de dijk ruikt dan bloed. Dit is een minuut later. Menso sterk met zijn lichaam. Goed gedaan en Menso dan al met de 2-2. Zo verdwijnt die voorsprong van Edo als sneeuw voor de zon. Is invallen Menso belangrijk. Dan staat het in de 69e minuut alweer 2-2. Dan wordt het dan nog gekker. Dit is amper 2 minuten later. Maarten Woudenberg na een corner haalt hij schitterend uit. En er zakt 3 minuten en 35 seconden na de 2-1 van Tayeb. Staat de dijk op voorsprong langs deze schitterende pegel van Maarten Woudenberg. Het verschil natuurlijk wel nog maar 1, dus er bestaan nog kansen voor Edo. Zoals uit deze corner. Maar je voelt ten alles eigenlijk dat de ploeg uit Haarlem geslagen is na die 3-2. Het gat is klein van 1 doelpunt. Maar het wordt nog groter als Tayeb hier Zwarthoed vindt en hij bepaalt de eindstand op 4-2. Het kostte wat moeite, maar de dijk blijft ongeslagen in 2016 dankzij 4 krankzinnige minuten. Wat was jouw gevoel in pakweg minuut 66 over deze wedstrijd? Nou, dat het een heel moeilijk verhaal zou worden. Het ging heel rap, volgens mij minuut 67 de eerste en 69 de tweede. En toen ze merkten dat ze er overheen konden gaan en dat het gebeurde. En dan minuut 72 ongeveer, minuut 70? Ja, toen was het klaar ben je natuurlijk nooit. Hè. Laten we vooropstellen, want 3-2 is natuurlijk ook nog niet dat je klaar bent. Maar dan is de wereld veranderd opeens. Kon wel goed op je aftrap oefenen daarna. Ja, helaas wel. Die hoef ik niet te oefenen. Dat is geen probleem. Dan denk je in de rust, je moet heel opportunistisch gaan spelen. Ja, en dat nogmaals, hè, dat je dan in 4, 5 minuten 3 goals maakt, dat is natuurlijk
ja, een wondertje. Leuk hè, dat voetbal. En nu wel. Nu wel. Achteraf zeker.